Hey maagd, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand december. Ik ga geen specifieke vraag stellen, ik ga gewoon kijken in de kaarten en we zien wel wat dat eruit komt. Mocht het resoneren, zoveel te beter. Klopt het volledig niet, laat het dan ook los en laat het gaan voor wat dat het is. En de volgende keer zullen misschien wel uw antwoorden in de reading liggen. Dus we gaan een keer kijken voor het sterbeeld maagd. Wat er mag uitkomen voor de maagd. Dat zijn er twee. De krachtkaart. Je kan hier te maken hebben met een leeuw. En de aas van water. Liefde. Je wordt verliefd, maagd. Er komt een opleving van een bestaande relatie, een spirituele groei of een sterke intuïtie. Een nieuw huis. Ik heb het gevoel met deze twee kaarten, de kracht en de aas van water. Ik weet, mijn beeld staat af en toe een beetje stil. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb daarnet een reading opgenomen voor stier en daar zit het geluid heel slecht. Dus ik hoop dat het voor deze reading wel goed zit, het geluid. Ik kan er niet aan doen. Ik ben oplossingen aan het zoeken om een beter beeld en geluid te hebben. Dus neem me niet kwalijk. Ik heb het gevoel met de aas van water en de krachtkaart. Kan het zijn dat je te maken hebt met een leeuw en dat er wel een nieuwe opleving gebeurt vanuit uw hart. Ik heb het gevoel dat het hart terug gaat overvloeien. Dat je uw kracht gaat gebruiken om uw hart terug te laten overvloeien. Dit kan natuurlijk zijn, het hart die is gesloten momenteel door de gebeurtenissen van in het verleden. Waardoor dat je nu de kracht gaat vinden om uw hart terug opnieuw open te stellen. Voor een bepaalde persoon of voor andere personen die op uw pad komen of die op uw pad zijn. Maar met de aas van water kan dit natuurlijk de liefde zijn die opnieuw herleefd wordt. Het hart die opnieuw open komt voor deze persoon. Maar ik ga er verder op ingaan met de tarotkaart. Dus zij gaan verder vertellen wat er nog meer mag uitkomen. Voor de maagd. Maart. Onderaan de keizerin. Je kan hier te maken hebben met een weegschaal of stier in de persoon zijn haar chart van de astrologie. Ik heb het gevoel dat je deze persoon ziet als relatiemateriaal. Ik heb het gevoel dat je deze persoon ziet als uw
keizerin. Dit is voor mij heel duidelijk een feminine energie, maar dit kan ook voor een man natuurlijk zijn. De tarot heeft geen gender, maar heeft enkel maar, is puur energetisch. Ik heb het gevoel dat er wel een nieuw begin komt in overvloed. Er ligt hier groei klaar. Maar er is iets wat dan moet losgelaten worden vanuit het, van in het verleden. Er liggen hier teleurstellingen, treurnis, verdrietigheid. En dit mag losgelaten worden. Zodat groei en die nieuwe overvloed kan binnenkomen. Ik zie wel Maart met de vijf van pentakels. Heb ik wel het gevoel dat je je eenzaam voelt. Je hebt ook angsten en gebrek. Op gebied van het financieel. Denken dat je het financieel niet gaat redden. Maar dit is eigenlijk puur angsten. Maar ik heb ook wel het gevoel dat je je eenzaam voelt. En dat er een bepaalde persoon is die je mist. Maar er wordt hier gevraagd om geduld te hebben. Harmonie komt. Divine masculine en divine feminine komen samen op de goddelijke timing. Als het universum zegt van kijk, nu mogen die twee samenkomen, dan gaan die twee ook samenkomen. Dan heb ik het wel over u en een andere persoon. Maar er wordt hier wel geduld gevraagd. Want ik heb het gevoel dat er hier shit achter zich moet gelaten worden. De shit gaat ook achter zich gelaten worden, maar daar gaat puur kracht voor nodig hebben. Er gaat hier kracht gebruikt worden om al die shit achter u te laten. Ik heb ook het gevoel dat je een andere richting wil opgaan waar wel uw geluk ligt. Ik heb wel het gevoel dat het universum u rug heeft. Maar hier wordt wel geduld gevraagd. En blijf in balans. Want ik zie uiteindelijk dat er emotioneel, lichamelijk en geestelijk komt er balans, want er ligt hier ook heel veel healing. Er is iemand die je in je leven mist en daarvan ben je nog aan het healen. Maar dit ga jij achter u laten. Het is allemaal shit die je achter u gaat laten. We gaan er dieper op in gaan. We gaan dan even verduidelijken. Ik hoop dat het geluid hier wel goed zit. En anders, mijn excuses. Oké, Maart, onderaan op het dek. De zes van kelken, nostalgisch. Je kijkt nostalgisch naar iets op terug. Het kan zijn dat er een boodschap binnenkomt van iemand waar je mee in het verleden een connectie hebt gevoeld. Het kan ook zijn dat je terugkijkt naar je jeugd, maar dat je toch zoiets hebt van ik heb toch wel een redelijke goede jeugd gehad. Je kijkt daar eigenlijk nostalgisch op terug. Het kan ook zijn dat er een boodschap komt vanuit het verleden die naar je toe komt. Het kan ook zijn dat dit een persoon is die u mist. Met de zes van kelken. De vijf van pentakels is verduidelijk met de zeven van kelken, de ridder van kelken en de ridder van zwaarden. Hier krijg ik wel het gevoel dat je ergens wel je gevoelens, je emoties wilt uiten naar een bepaald persoon toe. Je gaat daar heel erg je moed bijeen moeten voorrapen om dit te doen. Dit gaat heel snel.
Maar er is iets wat dat u in verwarring brengt. Je bent eigenlijk aan het fantaseren om je liefde te uiten naar een bepaalde persoon toe. En je voelt ergens wel dat je je moed bijeen moet rapen. En dat je volledig in je mind gaat zitten om die communicatie aan te gaan. Want dit is ook iemand die emotionele balans zoekt. Iemand die emotioneel evenwichtig is. Dit is wel een, het kan ook zijn, maar dat jij nogal onzeker bent om een blauwtje op te lopen. Omdat je in het verleden dat al een keer hebt meegemaakt, zijn je daar nu wel heel voorzichtig in geworden. Maar je hebt zoveel zachtheid in je, je hebt zoveel liefde in je, dat je klaar bent om dat met iemand te delen. Maar er brengt u iets in verwarring. Er is iets dat u in verwarring brengt, omdat je hebt ook het gevoel dat je je eenzaam voelt. Je mist een bepaalde persoon in je leven. Maar toch zie ik communicatie liggen. Heel snel, heel moedig. Waarschijnlijk vanuit het rationele. De ridder van zwaarden, dit is een persoon die heel vanuit het rationele communiceert. En de ridder van kelken, dit is iemand die heel vanuit het emotionele communiceert. Dus ik heb wel het gevoel dat je gelijk, je wilt gelijk communiceren naar die ene persoon toe vanuit het rationele. Maar aan de andere kant wil je ook communiceren vanuit het emotionele. En aangezien je niet goed weet hoe dat je moet communiceren naar die persoon toe, breng u dat volledig in verwarring. En uiteindelijk zijn we daar maar over aan het fantaseren. Want ik heb het gevoel dat er hier een gemis ligt. Het kan zijn dat jij kleine stapjes voor jezelf zet om je stabiliteit met iemand te delen. Je gaat ergens een boodschap uitbrengen naar een persoon toe. Het kan ook zijn dat jij een boodschap gaat ontvangen in verband met geld of werk. We gaan een keer kijken naar de temperance, de gematigdheid. Heel veel healing, maagd. Hier ben jij. De koning van pentakels. Dat zeide jij. Sowieso. De vier van zwaarden. Healing. De temperance, de gematigdheid. Healing. De twee van zwaarden. Een kruispunt. Je staat voor een obstakel. Je weet het wel, ze, maar je wil het niet zien. Je wil niet voelen. Je wil niet naar je intuïtie luisteren. Je zit volledig in je kop. Nochtans, als je iemand bent die heel goed kan manifesteren en die je dromen in werkelijkheid kunt brengen, in je fysieke realiteit. Maar je blokkeert volledig je gevoelens, je hart. Je staat op een kruispunt. Je kunt geen keuze maken omdat je het niet wil zien. Je wil het niet voelen. En daarom blijven daar maar zitten met uw blinddoek voor uw ogen. Maar ik heb wel het gevoel dat je alles op een rijtje aan het zetten bent. Je bent voor jezelf aan het nadenken wat je echt wel wilt. Want dit zijn twee kaarten van verwerkingproces. Dit is verwerken van iets. Ik heb het gevoel dat je, als je alles op een rijtje hebt gezet, dus er ligt hier duidelijk pauze, een time-out. Uw lichaam is moe, uw geest is moe. En
Dit vraagt natuurlijk heel veel rust. Dus ik heb het gevoel dat je toch je lichaam en je geest rust mocht geven. Ook al ben je gefocust op het financiële en zou je het financiële nog meer willen laten groeien en zou je nog meer willen werken om nog meer geld te kunnen verdienen, maar je lichaam is op. Je lichaam vraagt nu tijd. Het wordt tijd om nu aan jezelf te denken en je lichaam rust te geven, want momenteel zijn de dingen aan het verwerken, waardoor dat je je dromen niet in de werkelijkheid kunt brengen. Maar ik heb wel het gevoel, je groeit wel van 2 van zwaarden naar de 4 van zwaarden naar de 6 van zwaarden. Je gaat het echt allemaal achter je laten. Je zit volledig in een healingproces. En dit vraagt echt geduld. Want nu is er gewoon stagnatie, pauze. Je gaat alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Je gaat spiritueel wakker worden, zodat je alles wat dat je niet meer vervult, wat dat je emotioneel niet meer vervult, laat je achter je. Niet omdat het negatief is, gewoon omdat het u niet meer past, omdat het u niet meer voedt, omdat het u niet meer dient. Daarom gaat het dit allemaal achter u laten. Want ik zie dat je een lange weg gaat afgelegd hebben en dat je dingen aan het manifesteren bent om situaties, bepaalde doelen, wensen in uw fysieke realiteit te proberen te volbrengen. Want er ligt hier een nieuw passioneel begin. Maar nu zijn ze aan het wachten om uw schepen binnen te halen. Je bent eerst volledig aan het healen. Er is nu pauze, er is een time-out. Er is heel veel healing dat er nu plaatsvindt. En van het moment dat je de inzichten hebt ontvangen van het universum, ga je spiritueel wakker worden en ga je alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Dat is voor mij hier wel heel erg duidelijk. Maar daar gaat er wel kracht voor nodig hebben. En eens je dit allemaal kunt doen, eens je uit die healingproces zijt, ga je hart terug openen. Dan gaat het terug klaar zijn om uw hart aan iemand of aan een bepaalde persoon te delen. Want er is hier iemand die jij als de keizerin ziet. We gaan even kijken naar de 4 van zwaarden. Onderaan op het dek. De 6 van zwaarden. Je gaat effectief de shit achter je laten. Je gaat het echt achter je laten. Maar nu ben je gefocust op het financiële. Nu doe je niet anders dan werken, werken, werken en in jezelf investeren. Wat dat ook goed is, hè. Maar geef je lichaam ook rust. Je hebt zaadjes geplant en je wilt het risico. Je wilt het risico pakken. Je wilt het risico nemen om in het diepe te springen. Je wilt een nieuw begin. Je hebt zaadjes geplant met de 7 van pentakels. Want je wilt echt wel gelukkig zijn. Opnieuw. Je kan hier te maken hebben met een leeuw. Hoeft natuurlijk niet. Maar ik zie dat je zaadjes hebt geplant en dat je niet, je ziet het niet groeien. En daardoor ga je beginnen twijfelen. En kun je die keus niet maken. En kunt je niet voelen. Maar er wordt hier echt gevraagd om geduld te hebben. Je hebt toch ook liever kwaliteit dan kwantiteit. De zaadjes zijn geplant. Je kunt nu niet meer doen dan dat je hebt gemanifesteerd. Want dit is de kaart ook van manifestatie. En ik heb het gevoel dat dat allemaal niet snel genoeg gaat. Maar nu gaat het eigenlijk om de goddelijke timing. Want de 7 van Pentakels is goddelijke timing.
En de temperance is goddelijke timing. Je kunt nu niet meer doen dan gewoon je lichaam rust te geven en wachten tot het groen licht brandt, zodat je verder kunt gaan. Want er moet hier nog shit achtergelaten worden. Ik heb de zes van staven, zwaarden, sorry, verduidelijkt. En ik heb hier de negen van zwaarden, de aas van kelken en de negen van kelken. Ik zie maar dat je heel veel zorgen hebt, heel veel piekeringen, slapeloze nachten, moeilijk in slaap geraken. Je hebt het gevoel van, gaat het eigenlijk ooit wat stoppen? Tuurlijk gaat het stoppen. Het is niet gegrond. Het is niet nodig om zoveel piekeringen te hebben. Het is niet nodig om zoveel angsten te hebben. Want ik zie dat er hier wensen liggen. Uw wens is om terug de liefde te hebben. Je wilt een nieuw begin in de liefde. Tweemaal. De aas van kelken en de aas van water. Uw hart gaat terug openen voor een bepaalde persoon. Want dit is uw wens. En er liggen hier twee keer negen. En twee keer negen is voor mij een cyclus dat afgerond wordt. Nadat je de shit achter u laat. Als je de shit achter u laat, kan die cyclus afronden. Zodat je uw hart terug kunt openen naar die ene persoon. Die je als relatiemateriaal ziet. Maar dit gaat gewoon tijd vragen. Uw lichaam heeft rust nodig. Want de wensen liggen hier klaar. Daarnet had ik de acht van kelken gezien. Hè? De acht van kelken, dat is iemand die wegloopt, wat niet meer dient. Maar de acht van kelken loopt recht naar de negen van kelken. Ik had dat daarnet onderaan op het tek gezien, dus... Je gaat alles achter u laten, maar dit vraagt natuurlijk tijd. Dit is goddelijke timing. Hier wordt geduld gevraagd. Harmonie komt. Healing is er. Er ligt hier een verwerkingproces. Uw wensen liggen hier. Het is niet nodig om zoveel te piekeren, om zoveel zorgen te hebben. Want je zit aan de negen. Het einde is in zicht. Uw hart gaat terug openen. Dat krijg ik hier wel heel sterk door. We gaan even kijken naar de uitkomst. Ik heb zo vrees sterk het gevoel dat je iemand wenst, dat je uw kelk emotie, uw hart wil bieden aan iemand, maar dat je aan het piekeren bent, wil die persoon eigenlijk wel nog mijn liefde? Dat heb ik wel heel sterk het gevoel. Dat je denkt dat die persoon je liefde niet meer gaat appreciëren of je liefde niet gaat aanvaren. Vandaar al die piekeringen. Maar het is niet gegrond, hè. Het is niet nodig om zulke piekeringen te hebben. Echt niet. Acht van kelken. Je stapt weg wat u niet meer dient. Je stapt weg wat u niet meer vervult. En je gaat recht naar de negen van kelken. Naar uw wensen. Dit is de wenskaart. En dit komt altijd uit. Je wilt stabiliteit. Je wilt succes. Je wilt stabiliteit. Maar momenteel ben je voor jezelf aan het investeren. Er liggen hier twee keer 8-8. Voor mij is dat overvloed.
onderaan op het dek de koningin van Kalke. En hier ligt de koning van Kalke. Dit is voorbestemd. Het is een koppel die op dezelfde lijn liggen qua visie, qua doelen, qua emoties, qua gevoel. Liggen jullie op een één lijn. En dit is een soulmate. Iemand wil de take a leap of faith nemen. Iemand wil het risico nemen om in het diepe te springen. Om een nieuw verhaal aan te gaan. Een nieuwe reis te maken. Want er is iemand die zijn verontschuldiging wil aanbieden. Het kan zijn jij, maar dat jij je verontschuldiging gaat aanbieden aan een persoon. Of het kan zijn dat er een persoon is die zich zal verontschuldigen. Want deze persoon wil echt de liefde uiten. Deze persoon is onderweg. Het kan zijn dat jij energetisch onderweg bent naar een bepaalde persoon. Niet wat dat voor u resoneert. Jij gaat het wel beter aanvoelen. Wie dan wie is. Maar bij de uitkomst zie ik wel dat er hier hard wordt gewerkt, dan hier successen in, dat het verleden achter zich wordt gelaten, dat het emotionele wat niet meer vervuld wordt achter zich gelaten en er ligt hier inderdaad in de toekomst wel een soort van huwelijk. Dit is niet per se een huwelijk, maar dit is een lange, vaste, stabiele relatie die lijkt op een huwelijk, maar die niet effectief voor de kerk en voor de altaar het huwelijk aangaat. We gaan eens kijken bij de romantische engelen. Ik heb precies niets te vertalen. Maar toch nog. Religieuze factoren. Je liefdesleven wordt beïnvloed door de religie van je opvoeding en je spiritueel pad. Het kan zijn dat dit een persoon is die een andere traditie heeft op het gebied van het opvoeding van het leven. Maar deze persoon kan wel de ware zijn. Zo, kreeft. Kreeft, waar haal ik in die kreeft uit? Maart. Ik hoop dat dit een beetje resoneert. Zo niet, laat het dan liggen voor wat het is. Mocht je interesse hebben in een persoonlijke reading, dan mag je altijd een bericht sturen en dan kijken we verder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye!